spannend. Wauw. Wat is je favoriete karaktereigenschap? Mijn favoriete karaktereigenschap is, nou ja, volgens mij eigenlijk dat ik gewoon heel vriendelijk ben. Welke droom in jouw leven heb je al waargemaakt? Ja. Ik heb een heleboel dromen waargemaakt. En deels is dat geluk geweest. Zondagskind. Hè? Maar deels ook gewoon heel hard werken. En ervoor willen zorgen dat dromen uitkomen. Maar de laatste grootste droom die uitkwam is toch wel schrijven. En sinds ik daarmee ben begonnen, komt het ook allemaal naar me toe. En ik heb dit jaar al iets van 4 of 5 publicaties waar ik aan mee gewerkt heb of die ik gewoon zelf heb geschreven. En een eigen column. Allemaal in een jaar tijd gebeurd. Dus ja, waanzinnig. Had ik als kind nooit gedacht dat dat ooit echt zou gebeuren, maar ja, toch. Schrijf je liever voor volwassenen of kinderboeken? Nou, voor volwassenen ben ik achtergekomen, is volgens mij makkelijker. Ik dacht altijd dat kinderboeken schrijven makkelijker zou zijn. Nou, tegendeel is waar gebleken. Het is gewoon echt heel erg moeilijk. En als ze het niet leuk vinden, zijn kinderen ook genadeloos. Dus, maar misschien is het daardoor ook juist wel leuker om kinderboeken te schrijven. Nou, ja, daar kan ik niet uitkiezen. Het is zo anders. Nee. Je maakt je sterk voor inclusiviteit. Hoe komt dat terug in je boeken? Heel gemakkelijk. Ik heb besloten om voornamelijk, niet alleen maar wel voornamelijk over kinderen, mensen, volwassenen, situaties te schrijven die ik als kind miste in boeken en die als volwassenen nog steeds niet heel vaak voorkomen in boeken. Nou, dat betekent kinderen van kleur, maar ook in Elin zit bijvoorbeeld een atypische vrouw. Vrouw waarvan de een zal zeggen van nou misschien is zij transgender of non-binair, maar dat is nergens benoemd, alleen is het wel een ander soort vrouw dan die je in de meeste boeken terugkomt. En ik schrijf over kinderen die mijn kinderen hadden kunnen zijn. En totdat de balans weer hersteld is, ja, ga ik dat doen. Hopelijk hoeft dat niet heel lang. Maar ik heb ook wel geprobeerd, als kind schreef ik al boeken, probeerde ik al boeken te schrijven. En dan liep ik vast, omdat ik schreef over witte gezinnen en witte klassen. En ik liep vast omdat dat komt niet uit mij. Dat is iets wat ik heb aangeleerd of zo, of geobserveerd, maar niet tot me heb genomen, niet gevoeld heb, niet doorleefd heb. Dus daarom vind ik het ook belangrijk, ook voor mezelf, dus gewoon voor mijn werk. Wat is er anders aan het schrijven voor kinderen? Maar ik heb het idee dat ik, als ik voor kinderen schrijf, veel meer aan het wikken en wegen ben. En ik wil ook dat het grappig is. Dus ik wil niet dat het te zwaar is, sowieso niet te moeilijk, maar ook niet te gemakkelijk. En eigenlijk bij het Jeugdjournaal ben ik al begonnen met schrijven voor kinderen, maar dan voor televisie. En dat neem ik nu mee als ik schrijf voor, boeken schrijf voor kinderen. Ja, ik denk dat dat het toch wel vooral is. Dat ik veel meer erbij bezig ben dat het af en toe ook grappig moet zijn. Zonder dat er moppen in staan. Wat wil je dat kinderen opsteken van jouw boek? Ik wil dat als kinderen mijn boeken lezen, dat ze zich realiseren dat het leven niet altijd makkelijk is. Niet vanzelf gaat. Maar dat je er altijd wat van kan maken. En dat er overal magie uit te halen is. Dat is in Mondi wel heel nadrukkelijk, omdat dat gaat over magie op Curaçao. Maar dat je gewoon eigenlijk
overal wel de magische elementen kan vinden die het leven leuk maken en ja, onvoorspelbaar, verrassend.